kijken naar een nieuw videootje van... Familie Le Cap. Yo! Hey Estra, jij was een tijdje geleden 30 geworden. Yes. En toen had ik op die dag gezegd, jouw cadeautje komt er nog aan. Het is vandaag de dag. Ja? Ja, nee, het is vandaag de dag. Want Estra, ik heb een leuk speltje aan. Oké. Okay. We hebben hier 11 cadeautjes op een briefje geschreven. Ja. Maar alle 11 ga jij niet krijgen. Oh. We gaan vandaag een galgje spelen. Ja. En bij elk woordje of iets wat je trekt, moet je raden wat het is. Oké. Okay. En als jij die hebt geraden en een galgje is... Dan krijg je een cadeautje niet. Dus je krijgt misschien ook helemaal geen cadeautje. Het kan zijn dat je helemaal geen cadeautje krijgt. Je moet het verdienen, Esther, dit keer. We beginnen maar met het eerste. Ik mag hem pakken? Jij mag hem pakken. Dan geef ik hem aan jou. Ja. Oké, deze. Is het zeker? Ja. Is goed, man. Dat is hem, jongens. Gaan we even kijken. Jij mag natuurlijk niet zien, hè? Je mag niet zien. En... het is gelijk de beste. Oh, echt? Dit is de enige die ik echt geweldig vond. Oh, echt? Oké. Kijk, mensen, wat ze heeft getrokken. Dat is goed, Estra. Begin maar met vragen. Het is niet één woord, het zijn gewoon drie woorden. Ja. Ik ga gewoon voor altijd een A. En je hebt trouwens zeven kansen. Een A. Aha. Aha. Ja. De E? Ja. Ja. Oh, wacht trouwens. Ja. De R? De R? Ja. Ratata. Ja? De O? Serieus? Oh, het is echt heel simpel. Hij zei de... De F? Hè? De F? Nee! De F? Nee! De K? Nee. De P? Nee. Oh, dat is wel jammer. Dat gaan we denk ik niet lukken. De Q? Ja! De Z? Ik schrijf ook alle letters bij die... Weer een cadeau die hebben! De X? De V? Nee! Ja! De B van Bernard? Oh, ik heb hem niet gehaald! Hier balk echt... Dit is het leukste van allemaal! Dit is echt niet leuk! Wat een graag cadeautjes voor mij alsjeblieft! Oké, de volgende. Serieus, straks zit het bakje alleen maar vol met cadeautjes voor je. Dat is ook echt wel iets wat jij zou doen, hè? Even kijken, wat is het... Oké. Kijk, zie je het mensen? 7, 8, 9. Oké. De E. Even Essa. Ja? De R. R? Nee. De O. Nee! Ja? De I? Ja? Serieus? Ja? Ik heb een P, dan zie ik het dan beter. Oliebol? Nee. De P. Nee. De A. Nee. Kom op, Esra. De S. Nee. Nee! Wat, ik wil nog niet. De K? Ja. Ja? Ja. Oké. B? Nee. Ja? Echt? Wat staat er? De... Je hebt nog drie kansen, Esra. De A, B, C, D... D? E, F, G, H, I, H? Nee! Nee! I, K, L, F, L? Nee, luister. Ik ga, dit is de laatste. Ik ga jou een hint geven, ja? Als, het is, Beko! Wat je wil. Echt? Ik neem jouw pinpas mee en we gaan erheen. Yes! Oké, we zijn aangekomen in de Bijenkorf. Ik heb werkbaar echt geen idee wat ik zou moeten halen. Dus het is aan jou de keuze. Ik ga niet mee beslissen. Dus ik heb wel veel optie, maar ik heb nog niet echt ideeën. Dus ik ga gewoon even een rondje kijken of ik wat leuks tegenkom. Maar Esra, hallo. Ga weg met die vreselijke schoenen. Jij hebt al zo'n hondenmand. Dus, deze zijn wat kleiner.
Ja, ja, maar gaan we even verder, Esther. Ik denk wat leuks halen voor jou, niet wat lelijks. Kom, hadden, hadden, lopen, lopen. Esther, hier, ik heb wat voor jou. Kijk eens. Kijk ze mij. Nee. Poelie burp. Nee, dat doen we weg. Gaan we naar die vissen vandaag, hè? De helft van de prijs hier. Ze hebben de helft van de jas weggehaald. Maar jij hebt wat gevonden, laat zien. Hallo. Nee, man, hij is wel lekker funky. Ja, hij is wel leuk, hij is wel leuk. Ik ga even verder kijken. Verder kijken? Hou hem eens op, zie je? En Esra, wat is geworden? Ja, we hebben nog best wel een rondje gelopen, maar ik kon uiteindelijk niet echt iets vinden waarvan ik denk, oké, dat heb ik nodig of vind ik leuk. Dus het is geworden de jas die ik net aan had. Het is gewoon hetzelfde jas als wat je nu aan hebt, maar die voor mij is. Ik heb vandaag zelfs een trui aan en zijn jas. En nu heb ik een eigen lekkere teddyjas. Dus... Nou, veel plezier ermee. Dankjewel. Oké, mensen. We zijn terug, maar nu ga ik zeggen, ik ga jou niet meer helpen. Dit was één gunning van mij. Ik ga je niet meer helpen. Dus ik ben al blij. Ja? Ja. Gaan we? Hier. 1, 2, 3. Wat is een woord met 3 letters? Zit er sowieso wel een A in? Of een... Ja, A. Ja? Tas. Als jij een geheel woord zet, strafpunt 2. Ah! Ja, wat... nou, dan is het geen... Tas. Ik heb een nieuwe regel. Als je een woord zegt, is het fout. Dan krijg je 2 strafpunten. Tas. Pas. Nee, ik kan dit pas. De... Misschien ken je het wel. Jas! Oké, ik moet het niet meer doen, de laatste! Ja, maar, waarom doe je dit? Ja, maar waarom moet het anders zijn? Ik weet gewoon niet welke letter. Pas. Dit heb je eerst nog gespeeld, Ezra. Kom op, nu zeggen. 1, 2, 3. Ja, de V. Sorry. Ja, maar wat is het? Ik dacht, ik kan een Mac kopen. Make-up, Mac. Die had ik niet geraden. Dat je noemt het een Mac make-up. Dit is ik vind het helemaal top. Op naar de volgende. Yes. Oké, Esra. Ik ga wat zeggen. Ja? Je krijgt er nog 2 van mij. Ja, als je zo goed doet, nog 2. Oké. Okay. Wacht. Alsjeblieft, man. Laat er iets in zitten. En dit is echt oprecht. Echt, ik had het niet verwacht. Ik dacht, dit ga ik sowieso halen, maar... Oké, mensen. Nou, ik vind deze wel goed op zich. Gewoon weer voor een letter. Een A zit overal bijna altijd al in. Ja, kijk, daar beginnen we goed. Een E. Oh, dus ik wil die strepen niet meer zien. Kom op. Jezus. De V. Nee, geen V. Ik doe voor een S. Oeh, de beginletter. En een eindletter met een S. Starbucks. Ja? 2 strepen. Nee! Ja! Ik heb hem goed! Deze is nog zuiden voor een potje van deze. SS! Ja, maar daar word ik sowieso blij. Hoe is het dan? Ik weet niet, ik denk, wat begint het? Shit! Hier, nu wil mijn shirtje! Altijd! Oké, we zijn aangekomen, we zijn net geparkeerd. Wij gaan lekker Starbucks halen. Ik ben er echt oprecht heel blij mee. Want zo vaak, sinds Mia's er is, drink ik eigenlijk geen Starbucks meer. Dus ik heb jij bent blij dat ik hier ben. Heel erg zin. Ja, hallo, het is toch ook voor mij? Jij hebt het bedacht. Ja, ik ben echt blij dat ik hem heb geraden. Dus wij gaan eventjes wat lekkers halen. Yeah. Nou, S, ben je gelukkig? Super happy. Ik heb een caramel macchiato. Het ziet er lekker uit, maar het is niet lekker. En dit, en dat was eerst, dat is echt mijn favoriete tussendoortje. Gewoon cheat. En brown. Was je blij mee? Het was echt super lekker, daar maak je me altijd blij mee. Dus thank you. Zullen we verder naar de volgende restaurant? Ja? Nee, dat doe ik niet. Echt serieus? Ik heb het ook niet in de gaten, hè? Oké. 9. 10. Oké, ik ga beginnen met de letter E. De letter S. De letter R. De... Kom op, je kan het, hè? Kom op. De A. Ja! Yes. Je moet denken, wat denk ik aan R? Oh, nog eentje. Wat? Ah, ja. De L? Nee. Kijk, weet je, ik zie dit en ik denk dat is zo simpel, weet de... je. Maar... camera dacht ik iets, maar... Nee, de M?
Nee. Ja. De C? Nee. Maar er zat geen L in. Ik zeg met L. Oh, wacht, heb je L gezegd? Ja! Oh, serieus? Sorry, echt, sorry. Dan weet ik het. Nee. Jawel. Ja, het is een vlogcamera. Dus... Nou, voor degenen die zich nu afvragen, waarom hebben jullie een nieuwe vlogcamera nodig? Bij deze camera is het zo dat ik, als ik wil inzoomen, moet draaien aan de lens. Maar die doet het dus niet meer. Die zit helemaal vast. Er zit al een barst hier achter in het schermpje. En hij focust niet heel vaak meer goed. Hij wordt heel vaak donker. Dus ik ben echt gewoon doof bij eigenlijk allemaal aan een nieuwe vlogcamera. Dus die gaan we nu eventjes scoren. We zijn aangekomen in de winkel. We moeten nog even wachten tot wij aan de beurt zijn. Ondertussen is hij alvast aan het kijken voor zijn verjaardagscadeau of niet? Je had gehoopt, hè? Oh, wat is dit? Oh, die had ik ook wel. Nee. Jij bent de volgende keer misschien aan de beurt. Ga even kijken. Ondertussen zijn we ook een beetje aan het oriënteren op andere dingen. Want als wij binnenkort gaan verhuizen... Kijk, dit had ik ook niet zo erg gevonden als je dat op wat geschreven zat. Een tv-ledscherm van 165 centimeter. Ja, we hebben kleine, nu ook een grote tv. Dat die wij nu hebben. Wel, hè? Ja, is maar hij is veel scherper. Ons tv is al 10 jaar oud of zo. Dit is echt bizar hoe scherp het tegenwoordig is. Ja? Bij deze knippert hij niet. Dat is eigenlijk Oh ja! Klopt, als jullie ons weten. Jullie weten dat bij ons altijd het beeld gaat knippen als we aan het filmen zijn. Het zou zo wisselen. In plaats van vlogcamera tv. Dacht niet, ga mijn camera zoeken. Even serieus, we hebben net de camera besteld, want ze hadden niet op voorraad. We hebben al de keuze gemaakt. Die ga je wel binnenkort zien. De video mag ik morgen ophalen. Dus, maar goed, Estra, nu ben je een telefoontje aan het kijken. Maar dat stond nu niet erop. Misschien staat hij ergens. Ik ben ertussen, want ik zit te kijken. Ik vind de camera wel vooruitgang. Ik kan het wel gebruiken voor mijn verjaardag, hoor. Misschien als je de juiste loodje trekt, kun je misschien zo winnen. Oké, Estra, onder vlogcamera eigenlijk iets voor ons twee of ons hele gezin. Ik ben er wel heel blij mee. Ja, ik ook. Krijg je een bonusrol? Ja? Oké, die moet ik gewoon halen, want hè, ik kan niet zo slecht niet zijn. Dus echt, nee, oké. Ja? Dit ga jij ook wel heel leuk vinden. Of jij? Nee, jij. Ben je ready? Ik begin gewoon met hetzelfde, met een A. A? De E? Ja? Yes. Yes. Op twee, dubbel. De R? Ja, zo, je gaat goed, Estra. Je gaat echt goed. Alleen ik zie er echt nog helemaal niets in, dat is wel wat lastiger. De S? Ik dacht, oh nee, ja? Gewoon in één keer. Ik zie echt niks erin. Ik zeg, oh nee, dat kan niet. Wat denk je? Weet ik veel, de P? Nee. Ik moet niet... Je zei het. Weet ik veel, zei ik? Oh. P zei jij. Oh. Waarom weet ik dit niet? Wacht, ik ga even concentreren. Kijk hoe geconcentreerd is ook checkt, hè? Wat denk je? Ja, maar ik ben helemaal uit mijn concentratie. Want ik sta me echt verschrikkelijk dat ik dit niet ga, hè? Wacht even! En hij, ik word ook door hem afgeleid, dus mag ik even een momentje doen? Kom op, Estra. Het duurt wel lang. Even opschieten, kom. Oké, ik ga er dan maar iets over. A, B, C, D, E. Ja, hé, ik... De D. Ik had even de camera weer terug, is dat niet gezet? Even. Zij zit erin. Ja, maar ik moest even nadenken. Ik weet het, denk ik. Nee, ik weet het niet. Ik weet het. Het is... Zeg Q. Oké. Ja? De Q? Ja. Oké, en dan? Niet! De F. Goed zo, ja. De V. Ja. De X. Ja. De O. Ja. De I. Nee! Yes, je hebt die gehaald! Wat? Sieraden. Het is sowieso sieraden! Jij wil heel graag wat van Obel en zo hebben. Oh, een mooie sieraden. Nou, dan gaan wij even sieraden halen, Estra. Yes! Nee, ze hebben portemonnee. Yo, next place, Estra. Het is gelijk goed, ik zie 60% korting staan. Gaan we naar binnen, gaan we hier naar binnen. Nou, Estra heeft al keuze gemaakt, je wilt graag een ring hebben, jij hè? Ja. Nee, ik dacht dat ik al te groot was. Nee, geen keuze, maar jij wilt de ring hebben. Toch? Maar Estra, ik zie je trap naar boven en de trap naar beneden. Is misschien naar beneden goedkoper, of niet? Mag jij hem uitkiezen, ja? Ik ga even kijken. Ik ga naar beneden. Oké, Estra, wat wordt het nou? Nou, ik wil een gouden ring. Dat ben ik wel in dragen, die is gewoon wel goud. Dus een mooi subtiel gouden ringetje ga ik voor. Gewoon een simpel een mooie ringetje. Ja. Mooie herinnering aan de beste verjaardag natuurlijk. Dus, 1 hour later. Nou, eindelijk. Ze heeft een keuze gemaakt. Wat is het? Ik ga hem laten zien. 3, 2, 1.
Tada! Kijken. Mooi? Mooi, jazeker. En ik wil hem dan hier, ik moet even hierin zitten om mijn middelvinger te dragen. Nee, ik dacht even, nee, maar ik ga voorzichtig hiermee zijn. Kijk. Nee. Wat kan ik ook hier doen voor jou? Gaan we jouw woorden laten jou raden? Schoon. Als je het woord kan raden, dan kan je ook een koop. Poepoeplas. Oké, nou ben je blij mee, Esra? Ik ben er super blij mee, echt. Nou, ja, gelukkig. Hey, Esra. Ja? Oké, ik wil wat zeggen. Jij zegt dat het zo lastig is, hè? Ja, ik wil de kijkers laten zien dat het echt zo lastig is. En ja, of het wel echt zo lastig is. Okay. Jij mag één. Oké, allerlaatste keer mag je eentje kiezen. Ja? En dan gaan we kijken. Ik vind het gewoon echt leuk. Oprecht, ik vind het echt leuk dit. Gaan we kijken of jij het gaat raden of kijkers het ook gaan raden, ja? Okay. Wil jij eentje pakken? Ja, pak jij maar. Ik denk dat het nu te makkelijk is. Nee, je mag het niet opmaken. Niemand mag het zien behalve papa. Oké, Ilay mag het ook zien. Maar mama mag niet zien, wacht. Oké, ik kijk. Alsof hij kan lezen. Kijk hier. Is het mooi, Ilay? Is het een goed cadeau? Is het leuk? alsof hij kan lezen. Mijn team met mama. Wie zit in McDonald's? Wat wil je van McDonald's dan? Wat wil je daar hebben? Ice cream. Ben je ijsje van McDonald's? Ja. Oké, nou ik weet niet, misschien staat er wel McDonald's op. Zou me helemaal niks verbazen, eerlijk gezegd, maar... Kom op. Oké, ja? Dan mag even. Is het een hele streep? Nee, het is één twee. Ilay, even serieus. Oké, jongens. Zijn jullie allemaal klaar voor deze? Hoeveel letters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jongens, voor welke letters zullen we gaan? Ik wil het voor jullie horen. De A? Is goed, ze zeggen de A. Zo, gelijk 4 stuks. Dankjewel. 4 stuks? Nee. Oh! De E. Ja. Meen je dit? Ja. Dan moet er op zijn minst wel een I in zitten. Er staat kippenpoot. Een O? Nee, je doet dit net. Dit is ik zweer het je, ik zweer het je echt. Dit kan niet. Ik zweer het je echt. De S? Dit is niet waar, dit kan niet zelf. Als ik lieg, dan mag je alle cadeaus die okay, in de pak zitten. Oké, welke letter zal ik nou zeggen? Deze is gewoon echt oprecht zo lastig, hè? Xing Yang Yong Tang. T? Ja, dag! Ik geef jou, kijk, deze Esra, ik doe één armpje, één voetje. Oké, okay, is goed, ja. De P, ik heb bijna het halve alfabet gehad, joh. Wauw, nee! Dit kan, ja, doe je echt of nee, ik zweer het, dit is echt. De... De M. McDonald's? Nee, dat kan niet meer. Esra, nee, luister. Als je een geheel woord zegt, dan moet er okay, twee weg. Wat zal ik doen? Nee, dat was nee. Een grapje vanuit Ilay. Dat Ilay niet dat, daarom zei ik het. De N van Nico. MacBook? Nee, dat kan ook niet. Geen woordje zeggen. Oké. Eigenlijk is het gewoon verloren. Nee, ik heb één streepje. Kom op. Hoe gaan we het ooit halen, jongens? Serieus? Geef één lettertje. We kijken of ze het kunnen zien. Even één lettertje. De U. Museum, nee. Ja, weet ik veel wat een M, U, muziek, nee. Wacht, ik wil hardop aan denken, dit is nog geen antwoord. Ik wil van jullie weten, ik geef hier nog een F. McFlurry! Eerlijk, hoe lastig was deze? Eerlijk, hoe lastig was deze? Ja, dit is het ergste van alles. Ik had je R gezegd. Sorry, dat is de E. Ik wil even één ding zeggen. Ik vind het zo bizar dat hij gewoon zegt, McDonald's, ik heb zin in een ijsje. Ik had zo zin in deze, voor de duidelijkheid. Ik smeer het je, Ilay gooide hem gewoon. Wat een stijt, hoor. Lekker! Jongens, maar ja. Ik heb hem gewonnen. Esra. Ilay had heel veel van McDonald's. Ik wou zeggen, wie had er echt zin in? Maar Ilay. Ilay, ben je McDonald's? Ilay. Ben je McFlurry, Ilay? He's gone. Hij is helemaal vertrokken, dus yeah. Oké, okay, we got it! Yeah! Ik moet zeggen, maar neem eigenlijk altijd hetzelfde en dat is de McFlurry. M&M, wat je er nu nog van kan zien. Zonder saus, dus ik kan ook niet saus, maar... Dat doen wij nooit. Nee. Zij gaan delen, ja sorry. Wij gaan samen eentje delen, want we willen een halve allebei, anders is het te veel. Nou, ik moet je zeggen, dit was wel echt super tof voor mijn verjaardag. Ja. Yeah. Ik ben blij met de spullen die ik heb. Mooi ringetje. Mooie jas, lekker wat gegeten, een nieuwe vlogcamera. Serieus, ik ben er echt ontzettend blij mee. Ja? Ik vond echt heel
heel erg leuk. Dat heb ik van je vier mannen gekregen. Huh? Misschien is het ook wel een leuk idee dat ik hem bij jou ga doen. Ik ga abonneren, want ik heb Jessie op schoot trouwens. Zullen we het afspreken? Mag ik ook een keertje doen? Ja, gaan we doen. Ik ben oprecht echt benieuwd of jij het ook zo lastig gaat krijgen. Ik ben echt oprecht benieuwd of jij ook zulke leuke nootjes gaat opschrijven. We gaan het zien. Lucas, dan gaan we deze ook lekker de video afsluiten. We gaan lekker ons ijsje eten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Dus zet even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je nieuw wordt en geen video wilt missen. En dan zien we jullie weer in de volgende nieuwe video. Doei!